Dit is Daan van Koenendaanpas bij het Wereldmuseum. We hebben het Wereldmuseum net bezocht en het is best wel netjes ingericht en een interessante collectie. Wat ook gaaf was dat ze een podcatcher hebben. Een dingetje waarmee je kan luisteren waar het over gaat in plaats van dat je bordjes hoeft te lezen. Dat schiet echt op. Wat we wel vonden is dat alles een beetje creepy is, de collectie. Het gaat heel veel over voorouders, schedels. We hadden een beetje de kriebels van gekregen. Maar een hidden tip. Bovenin heb je een kamertje waar je eigenlijk magazines kan lezen. Waar je de deur kan afsluiten. Maar die kun je ook stiekem met je laptop werken. Televisie is best wel saai, om het in het echt te doen is het super spannend. Ik ben Daan van Koenendaanpas en we zijn hier bij een midget golfbaan bij het park. Onze eerste indruk is dat het best wel vet is om te midget golven. Maar vanaf hol 15 wordt het... Wow! Dat is gevaarlijk hier. Vanaf hol 15 begint het een beetje saai te worden, dus het is een beetje eentonig. En nu gaan we lekker patje eten. Gratis en er zijn ook stopcontacten.
Daan van Koen en Daanpas en hier is de Speedo Tour in een notendop. Positieve dingen zijn, het zijn hele mooie ramen, mooi panoramauitzicht. Het uitzicht in de haven is awesome. Er is een biertap en er zijn boompjes. Verder is er geen gratis wifi, er is helemaal geen wifi. Het is een beetje winderig en de gemiddelde leeftijd is bejaard. Speedo Tour is iets wat je één keer moet doen en daarna niet meer. Daanpas. We zijn er in Reels Mini World. We dachten dat dit een soort Madure Dam was, maar het is geen Madure Dam. Het is een grote speeltuin met treintjes. Heel veel kleine kinderen. Je kan niet werken met de laptop behalve hier. Nee, je mag niet zitten. Uber boring, aka Reels Mini World. Waar is mijn Daanpas? Ja, dat kan. Gaan jullie on a dare? Sorry? Gaan jullie on a dare? Ja. Voor school. Durf het museum binnen te halen? Ja, okay. Ja, weet je of dat durf hoor. Oké. Okay. Goed, nou je begint hier vooraan bij de Nederlandse Schoolrijver Winter en het Duitse Propaganda. Ja. En links maak je een rondje, dan kom je hier weer terug. En met hier naast de voet en zo'n stelling rond naar voren gaan. Oké, okay. Dankjewel. Dankjewel. Ja, dankjewel. Je kan zeggen dat we nu het Oorlogs Verzet Museum zijn en of mensen vragen of zo. We hebben denk ik nog geen followers. Ja, waarom? Dat maakt niet uit. Thank you.
4 viewers. Ja. Hoi, welkom. Welkom terug, Koen en Aanpas. We zijn bijna bij het Maritiem Museum. Dus je kan zien, achter mij is het Maritiem Museum, daar gaan we nu naartoe. Woehoe! Uitkomt. Moet je even zeggen, kom mee. Kom mee. Uh-oh. Ja? Hoi, ik ben Koen en Daanpas.nl. We zijn hier in het Maritiem Museum geweest net. Het was op zich best wel leuk. Leuke collectie, veel spulletjes, een boot van 600 jaar oud. En voor de rest is het een complete collectie. Geen wifi en geen koffie. Haal die camera uit, misschien wel.